Wat gaat er gebeuren hier? We zijn hier vandaag in Theater de Campagne om Op Kop te lanceren. Dat is het initiatief van de 4 kopgemeentes en de provincie om deze regio meer op de kaart te zetten. 40% van de werkende beroepsbevolking in deze regio verlaat dagelijks de regio om elders te werken, terwijl we hier ook mooie vacatures hebben. En daarnaast gaan we een grote campagne voeren. Dat betekent in de bioscoop, op snelwegmasten, de bushokjes, maar vooral ook online natuurlijk, op YouTube en LinkedIn, Facebook. Dat we vandaag van start gaan officieel met Op Kop. Een van de belangrijkste adviezen: zorg ervoor dat onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar gaan aansluiten en zet in op de groeisectoren. Het tweede advies was: neem zoveel mogelijk planologische beperkingen weg, waardoor bedrijvigheid de ruimte krijgt. En het derde advies was: organiseer de arbeidsmarkt. Maar de kernvraag is: waar halen we de mensen vandaan? Het moest niet zomaar een vacaturebank worden. Wij wilden een integraal platform dat de sectoren die onze regio zo bijzonder maken, de werkgelegenheid die erbij hoort, de woonkwaliteit die we hier te bieden hebben en de goede bereikbaarheid, dat die aspecten met elkaar integraal worden gepresenteerd aan de doelgroep die vooral bestaat uit jonge en ervaren professionals en studenten, zowel uit de Kop van Noord-Holland als uit andere delen van Nederland. 2, 1.